zo erin. Ik ben echt rijk. De sproeiers stonden aan van de tuin, dus op het moment dat ik loop er langs, gaat die precies draaien. En ja, jij zag je de hele tijd al zo draaien, zo. En jij stapt omheen en dat je zo in. En ik stap er gewoon overheen, dat jij ook kunnen doen. Nou ja, in ieder geval, dat is een leuke manier om de vlog te beginnen. Mijn oma, ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Vandaag gaan we rijden. Rijden, rijden, rijden. Het is gewoon een soort roadtrip vandaag. We gaan eerst naar een paasprocessie, als ik het goed uitspreek. Spanje is erg gelovig. Katholiek, geloof ik. En hier vieren ze Pasen en Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Ja, jongens, ik heb echt geen verstand van het geloof. Ik denk dat ik het goed uitspreek. Hier vieren ze dus het geloof heel erg. En dan gaan ze allemaal gekke optochten doen en zo. Dus daar gaan we heen. En daarna gaan we naar de Teide. Dat is de naam van de hoogste berg van Spanje. Die ligt hier op het eiland. Dat is gewoon super vet. Het is een vulkanische rots. En de vulkaan die werkt niet meer. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Dus we zijn niet in gevaar tenzij hij helemaal ingaat. Want dat stoot nog wel gassen uit of zo waar je kan stikken. Nou ja, ik leef met mijn ouders op een kamer. Dus dan krijg je ook gassen waar je van kan stikken. Maar ja, dat is dus de planning van vandaag. Super leuke manier om net de vlog te beginnen. En we gaan opknappen en dan gaan we rijden. Is het een beetje gelukt, oma, om je om te kleden? Ja, ik heb hem daar gehangen, in de zon. Met mijn onderbroek. Zie je het? Jongen. Je was even heel furieus, hè, op dat moment. Nou ja, ik vond dat ik denk, heb ik eindelijk een leuke broek aan. Hoi. Wat heb ik gemist? Ja, je hebt wat gemist. Goedemorgen. En je schoenen? Ja, die heb ik droog moeten maken van binnen met poppenpapier, wc-papier. Want ik heb eigenlijk dichte schoenen bij me. We zijn inmiddels aangekomen. We zijn echt 3000 keer verkeerd gereden of zo. Maar deze stad, ik weet niet. Kijk deze deur. Ze ziet een beetje hier alles eruit. Het is allemaal heel erg vervallen en zo. Dit is sowieso heel ver uit de toeristische gedeeltes. Maar ja, in ieder geval, mijn ouders, vooral mijn vader dan, die wil heel graag de paasprocessie zien. Dat is een heel groot feest dat hier wordt gevierd. Maar ja, in ieder geval, we zijn aangekomen. We zijn nu op zoek naar het centrum. We zijn ook nu veel meer in het noorden van het eiland. En daar is veel meer bewolking. En dit komt omdat al die wolken blijven achter die bergen hangen. Dus I don't know, het is gewoon lekker bewolkt hier. Groeien, want het is nog steeds warm. Kijk dan wat ze allemaal verkopen hier. Hele lange draden snoep. Wat is dit? Chocolade? Nee, het is allemaal noten. Fake stroopwafels of zo. Jongens, zelfs de stroopwafels worden fake. Uit het niets is het heel druk ineens, hè? Ja, maar het is allemaal voor de gewoon niet toeristisch, gewoon voor de gewone inwoner. Die hebben vrije dag, gaan ze allemaal uit eten, ze gaan paraderen. Ja. Paraderen? Ja, dat is juist zo leuk. Hier zo heb je een hokje midden op straat waar ze alleen loten verkopen. Dus je kan niet alleen loten kopen. Het grappige is, dat soort dingen heb je niet in Nederland. Dat is dus typisch echt iets van hier of van het zuiden. En we gaan nu een bakje doen naast de jackpot verkoop loterij. En oma, ga je een dry white wine nemen of een cappuccino? Nee, een cappuccino. Ik blijf niet aan de gang. Ja, oma houdt nog wel eens van een wijntje, hè? Ja, een treintje. Een treintje. Oma, weet dat we in Spanje zijn en dat je merci zei in plaats van gracias? Ja, ja. Dat is dat, hè? En je hebt ontzettend veel chocola in je cappuccino. Ja, ik kan niet te geloven. Hey. Een beetje afgewerkte motorolie uit de koffie. Dat is een chocoladekoffie. Ja, net over een glazen kwartenpan laten leeglopen dat je koffie zo doet. En hoe smaakt het? Ontzettend zoete chocola. Terwijl hun lekker een cappuccino drinken, heb ik nog wat leuks om te vertellen. Het is nu 12 uur. Nu zou de paasprocessie gaan beginnen. En het begint pas eigenlijk om 4 uur. We zijn verkeerd voorgelegd door het hotel. Dus we zijn gewoon kaart geprankt, jongens. Het is niet fake, het gaat niet fout. Oké, het gaat wel fout. Maar we gaan niet 4 uur wachten, dus we gaan een beetje rondlopen, een beetje shoppen of zo. En dan gaan we rijden naar de Teiden. Oh, dat ruimt, dat is de berg natuurlijk. Ik zit nu te kijken naar mijn live count en het blijft maar doorgaan. Ik heb alleen vandaag al 1000 abonnees erbij. En het gaat maar door. Ik weet niet hoe vaak ik dit moet zeggen, maar bedankt. En hier weer 2 erbij in 1 keer. Het gaat maar door. Dus dat is, het is zo raar. Ja, ik weet niet. Voor mij is het allemaal zo veel en bizar. En ik vraag me echt af hoe dit kan. Wow, hier weer. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Bedankt, bedankt. En bedankt. Omdat we natuurlijk nu niet meer die paasprocessie gaan zien. En ik heb daar natuurlijk wat over gezegd. Kan ik jullie wel wat laten zien. En hier zie je dit ding.
Dit gaan al deze mensen die gelovig zijn op hun schouders dragen. Het is helemaal van zilver en goud en dure kledij en ik weet het ook allemaal niet. Maar kijk, deze hele kerk is helemaal van hout en zilver gemaakt. Het is ontzettend groot. En eigenlijk is een paasprocessie hartstikke saai. Maar ja, mijn vader is een nerd, dus die wil het zien. Maar wij gaan nog even verder kijken naar deze megakerk. Hé papa, jij bent eigenlijk ook maar een nerd totdat je zo'n paasoptocht wil zien. Ja. Ik ga nu stoppen met over deze paasoptochtprocessie of wat dan ook praten. Ik heb het gevoel dat het de hele vlog opslokt. En het volgende wat jullie gaan zien is iets anders. Maar niet deze paasgedoe. Maar ja, met die paasprocessie is het een echt fat to prank. In deze winkel hier in dit dorp hangt hier aan de muur een soort 3D-kaart. En hier zie je de Canarische eilanden. En wij zitten hier op deze soort frituurpan. En wij zitten hier in dit puntje. Dat is wel leuk gedaan, hè? Deze winkel is alles van die hebben dingetjes. Behalve dan die sigaren, want dat stinkt. Maar hier zakmesjes en van die, weet ik veel, kaarsdingen, armbandjes. Die vrouwen die zijn voorlopig nog wel even zoet. Toch, mam, jij bent voorlopig nog wel even zoet, hè? Wow, als jullie dit niet kunnen herinneren, dan hebben jullie echt geen jeugd gehad. Zo'n ei moest je altijd in het water doen en dan kwam er zo'n mega dino uit. Mam. Mam, weet je dit nog, dit? Oh, dat heb ik vroeger gehad, zo'n dino. Dat is wel top, hè? Daar was ik helemaal gek van. Ik vond dat zo geweldig. Volgens mij gaan ze met het hele dorp hier stoelendans doen. Ja, dat is voor de procession. Voor de prostatitis, hè? Er staan overal camera's hier zo. En een hele grote stoelendans. Ja, jullie weten waar het voor is, maar ik had gezegd dat ik er niet meer over ging praten. Dus ja, er is weer een kerk hier zo. En ze willen weer naar binnen. Maar hoe vaak moet ik het nog zeggen, mam? I don't care. Die is zo slecht. Maar willen we serieus naar de kerk? Nee? Zo, maar heb je weer honger? Altijd. En maar vreten. Altijd. Waar is papa? Achter je. Dank u. Mijn moeder zegt tegen mij, je had ook zo kunnen eindigen. En dan bedoelt ze die man met die blokfluit. Maar even serieus, voor de mensen die het niet weten, en ik denk dat er heel veel zijn. Ik heb op blokfluitles gezeten vroeger. Wist je dat nog? Ik heb gewoon op blokfluitles gezeten. Wat? Je hebt gesmeekt. Of je erop mocht. Echt? Ja, had je zo'n schattig blokfluitje. Maar ja, Pien ging er mee vandoor. Ja, Pien heeft Pien een keer hem opgegeten. Pien heeft me gewoon een keer mijn blokfluit opgegeten. Ja, en toen je moest poepen, joh. Fluiten, die anus. Ja, en was het een blokje? Er lag ineens een halve blokfluit in de kamer. Had Pien de helft opgegeten. Maar ik heb gewoon op blokfluitles gezeten, jongens. Ik bedoel, ik maak blokfluit niet belachelijk. Maar het is nou niet heel populair. Of hoe je dat ook noemt, weet je. We komen hier echt iets heel bizars hier tegen. Doepie doepie. Het grappige is van dat woord is dat, ik weet niet wat het betekent, maar Siebe en ik, en Siebe is mijn neef, wij speelden vroeger altijd samen in de speeltuin naast zijn huis. En er stond een huisje en die staat er nu nog steeds. En wij noemden dat het doepie doepie huisje en dat hebben we zelf verzonnen. En ik heb dat woord of die zin heb ik nooit meer ergens teruggezien of gehoord. Dus dat is echt heel raar. En ik kwam dat nu ineens tegen, dus dat vond ik wel even leuk om te delen. We gaan nu richting de tijden als het goed is. We zijn aan het teruglopen naar de auto en dan wordt het weer een hele trip om naar boven te komen. We zijn onderweg en van rots zijn we in één keer in het bos. Dit is het noordelijke gedeelte een beetje van het eiland. En hier is heel veel bebossing. En de zuiderkant waar wij zitten is helemaal kaal. Maar het is ontzettend mooi om nu te zien dat het helemaal bebost is. En hier in het noorden is het natuurlijk ook veel sneller bewolkt. Maar wat wij ons afvroegen is, hoe kunnen die bomen zo erg wortelen? Want het is één grote steen, dit eiland. En er ligt hier helemaal geen aarde. Waarschijnlijk gaan die wortels gewoon tussen alle keertjes en gaatjes van die rots heen. Die rotsbodem is gewoon bekleed met humus van duizenden jaren. En dat is waar die wortels in zitten. Dat weten we gelijk ook weer. En we klimmen echt heel snel. En daar bedoel ik mee, we rijden heel snel de hoogte in. Net op 1 kilometer hoogte leek het al net of je op 3 kilometer hoogte zat. Maar we gaan naar 3 kilometer hoogte, dus het wordt alleen maar hoger. En het lijkt heel hoog en we gaan het allemaal zien. We gaan weer verder. We zijn aangekomen bij een uitzichtspunt en moet je kijken. En dit is pas 1,1 kilometer hoog, hè? En we gaan naar 3 kilometer. Dit is toch mooi, jongens.
En ondertussen dat wij hier staan, maak ik wat timelapses en die gaan jullie nu zien. Ik denk dat jullie het net niet kunnen zien, want die boom zit ervoor. Wacht, ik stap uit. Kijk, nu kan je het zien. Wow, dat is de tijden. Wow. Sorry, maar hier moet ik weer een timelapse van maken. Wajo. Haji, go! Maar wow, kijk, ze zitten gewoon boven de wolken. Ik weet niet of je het goed kan zien op camera. Daar zie je nog een klein wolkje zweven. Maar jongens, dit is toch mooi. En ik dacht dat ik het laatst verteld had in de vlog, maar er is in 15 jaar niet zoveel sneeuw gevallen, hier zo. En dit is dus al heel veel sneeuw. Dus we hebben ook echt superveel geluk dat er zo ontzettend veel sneeuw ligt. Echt uit het niets kan je me ineens zien, echt heel bizar. We rijden door de wolken heen en het volgende moment is dat we de bocht doorrijden en we zien deze berg. Wow. Wow, kijk. Je ziet daar zelfs een ander eiland liggen. Wauw. In een bochtje staat wel link om me. Ik sta van de weg als net als je. Er staat een bordje bij, hoor. Oh. Dit is echt gewoon. De wolken lijken net sneeuw en die berg lijkt net een soort rotte taart. Maar je ziet ook dat andere eiland, dat is El Hierro. Maar dit is echt ongelooflijk dit. Ik heb echt nog nooit iets moois gezien in de bergen. Nee, dat meent hij echt, jongens. Als mijn vader zoiets zegt, dan meent hij het ook. We zien hier de eerste stukken sneeuw. We rijden nu richting de bomengrens. Dus dat is de grens tot waar de bomen kunnen groeien. En vanaf dat punt, hoe hoger je gaat, zal je gewoon geen bomen tegenkomen. Kom, kijk hier naar beneden. Wow. Dus vanaf nu komen we alleen maar nog sneeuw tegen en kale rotsen. Wat een ding, joh. That's what she said. Oh. Oh, yo, het is helemaal niet zo koud eigenlijk, hè? Kijk, die mensen zijn gewoon een sneeuwstaaf. Ja, ze zijn iets met sneeuw aan het bouwen. Oh, sorry. Ah! Ah! Vieze. Ah! Lekker in je nekken. Kijk, deze afgrond, die wil je niet naar beneden rollen. Dit is toch crazy, jongens? Dit is crazy. En die mensen met een hele dikke bekleding. Sta ik hier met mijn korte broekje. Hier zo ineens in het niets, gewoon nergens, midden in de bergen, een restaurantje. Waar we even een bakje gaan doen. En oma, die moet heel nodig plassen. Ja, je moeder ook hoor. Oh. Nou, lekker plassen, dames. Eigenlijk hoef ik niet te plassen. Nou, oh. Niet. Nou. Ik hoef niet te plassen. Jij zegt, ik moet heel nodig plassen. Nee, ik zeg, je moeder moet heel nodig plassen. Bitch fight, bitch fight. En als we hier een bakje hebben gedaan, dan rijden we door langs de berg. Natuurlijk gaan we eerst de berg zien en dat soort dingen. En als we daar allemaal klaar mee zijn met alles hier bezichtigen, dan gaan we naar het hoogst bewoonde dorpje van Spanje en Europa, dacht ik. Sowieso van Spanje, maar of het ook Europa is, dat weet ik niet. Pap, het is toch het hoogst bewoonde dorpje van Europa en Spanje? Ja, inderdaad, van Europa en Spanje. Dus ik ben benieuwd wie daar woont, want je woont dan echt in the middle of nowhere. Maar je hebt wel echt een supermooi uitzicht op de bergen. En heb je wifi hier op de berg? Ja, je hebt gewoon wifi hier. Ik heb een ijsje genomen. En wat wij ons afvroegen is van hoe krijgen ze al die producten hierheen? Hoe doen ze dat? Halen ze dat zelf? Doen ze dat met vrachtwagens? Maar als jullie dat weten, laat dan weten in de reacties. Want ik wil het in ieder geval heel graag weten. Want de prijzen zijn hier ook niet zo heel duur. Ik weet niet, het is blijkbaar goedkoper zoals je het hierheen brengt. Nou ja, als jullie het weten, laat het achter. We rijden nu in de krater en daar aan de rand kan je zo de kraterrand zien. Ja, dat noemen ze de caldera. Dus dat is in de bodem van de vulkaan rijden en die is bij een later eruptie is die laatste hoge punt is omhoog gekomen en die is daar. Dit hele gat waar we in rijden heeft een omtrek van 75 kilometer. Ja, je krijgt gewoon aardrijkskundeles. Je ziet daar zo heel goed die rand zo van die krater. Ja, als die nou uitbarst dan zijn we de pineut. Ja, als die nou uitbarst dan zijn we echt hartstikke dood. Maar dus de El Teide, die hoogste berg, die is dus eigenlijk ontstaan bij latere eruptie. Uit die krater is die ontstaan. Ja. Oké. Kijk eens. Kijk, we zien de hele tijd dit soort zand. Het lijkt net Mars. Het lijkt net Mars of zo.
We gaan door een soort gekke Sahara, Mars-achtig iets. Kijk dan, de mensen wandelen. Het is echt bizar, joh. Hier, daar zie je ineens weer een willekeurige punt. Je moet even uitstappen, dan kan je een leuke foto maken. Want dit is zo ik ga een foto maken. Check mijn Insta voor de foto. Yeah. Mijn Insta is gewoon NLXDom. Wow, we zijn uitgestapt. Ik heb echt superveel gesnapchat. Volg me op Snapchat. Ik heet gewoon NLXDom. Is dat nog niet duidelijk genoeg? Staat het ook in de beschrijving? Oh, ik ben helemaal uitgeput. Je ziet hier al dat grind. En ik zakte er gewoon in weg bij die top daar. Ik zei op Snapchat dat mijn stenen vol met schoenen zaten. Maar ik bedoelde natuurlijk dat mijn schoenen vol met stenen zaten. Dat zit er nu nog steeds. Dit is zo bijzonder. En zo raar. Het is helemaal stil. Je hoort niks. Af en toe hoor een auto voorbij rijden. Het is zo immens dat we nu in een krater zitten. Want eigenlijk is deze uitgedoofd of niet actief. Of ik weet niet hoe je dat precies noemt. Maar stel je voor, de vulkaan wordt nu actief. Gaan we allemaal dood. Nou, dan heb je wel een leuk verhaal om te vertellen als je Nemo bent, hè? Kijk, we zijn nu aan de onderkant van de tijden. Aan, kijk, je ziet daar gondels. En daarmee kan je ook van de kabelbaan af. Dus je kan vanaf boven naar beneden met een kabelbaan. Nou, wij gaan dat niet doen, want er is een super lange rij. Het is ontzettend duur. Maar het zou wel ontzettend vet zijn om natuurlijk voor in de vlog te doen. Ja, of gewoon ook voor je eigen ervaring. Maar we gaan het niet doen. En om je toch een soort indruk te geven, zal ik even een linkje van een video van de kabelbaan in de beschrijving zetten als ik die kan vinden. Als die niet in de beschrijving staat, het linkje, dan ben ik het vergeten of ik kon het niet vinden. En hier zie je heel goed dat het lava naar beneden is gestroomd. Wow, en kijk al deze auto's hier zo staan. Jezus, het is wel heel druk. Iedereen wil natuurlijk die kabelbaan in. En dan ineens rijden we over de bodem van de krater. En dan voel je ineens heel klein, hè? Vind je dat ook niet? Ja, dit doet me denken aan de Verenigde Staten. Dan heb je van die lange rechte wegen heen. Dwars door een soort maanlandschap met bergen op de achtergrond. Je bent er ook geweest, hè? Dus jij kan het je heel goed inbeelden. Ja. Gaaf dit. Kijk, dit noemen ze de vinger van God. Dit ding toch, pap? Ja. En waarom noemen ze dat eigenlijk zo dan? Nou, die wijst bijna op het hoogste punt van Spanje naar de hemel. En dat heeft ze bijna bij de vroeger de Indianen die hier wonen, die gaven er een soort mythische betekenis aan. En, kijk hoe raar het eruit ziet. Het is wel een hele rare uitbarsting geweest. Dit is ongeveer wat ik elke ochtend in de wc aantref. Als ik kijk. Ik hoop dat jullie het wel een beetje leuk vinden het allemaal, want het is allemaal heel erg aardrijkskundeachtig. Maar ik ben gewoon een beetje een nerd, want ik vind serieus geschiedenis heel leuk. En aardrijkskunde, ja, dat, ik vind dat ook wel eigenlijk leuk. Dat zijn de vakken waar ik wel beter ben op school. Alleen heb ik aardrijkskunde wel laten vallen. Maar kijk waar we dan nu weer staan. Kijk hoe bizar. Het lijkt toch op Mars, of niet? Ik kan hier zo goed zien dat daar het lava gestopt is met stromen. En dat dat veel verser is dan dat wittige, gelige hier. Hé, hey, maar dat ding, dat de vinger van God, klinkt dat eigenlijk niet een beetje fout? Nee, als ze dat zo noemen, noem ik het. Hé, heeft pap ook de vinger van God, man? Nou, Tom, dat klinkt wel echt leuk. Nee, dat is niet leuk. Oh, ik weet niet of ik het op beeld had, maar we zijn net Villa Flor binnengekomen. En dit is het hoogst bewoonde dorpje van Spanje en Europa. Ik pap, het hele dorp is altijd stoomd, hè? Weet je waarom? Ja. Meestal voel ik me ook wel eens. Ze zijn altijd high. Ja. Het is eigenlijk gewoon een doodnormaal dorp. Maar ja, omdat het zo hoog is, is het bijzonder. We zijn weer terug in het hotel en ik heb net even in de lobby gezeten. Ik heb natuurlijk de hele dag geen wifi gehad. Jongens, ik heb nu al 2300 abonnees erbij gehad. Alleen vandaag. Dat is nog eens afgelopen. Het is hier 7 uur, bij jullie 8 uur. Dus de dag is nog zeker niet afgelopen. En het gaat maar door. De abonnees tikken door. De weergave tikken door. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan wel telkens bedankt blijven zeggen. Maar dit is toch niet normaal. Het gaat maar door. En ik zeg het dan maar. Gewoon bedankt, bedankt, bedankt. En ik zeg al heel vaak bedankt natuurlijk. Maar ik meen het ook wel echt. Ik bedoel, YouTube is gewoon een super grote passie. Sprakeloos. Sprakeloos. Ik ga het toch even zeggen. De paasprocessie. Hier zouden wij eigenlijk naar gaan kijken. Dit is het plein waar wij gezeten hebben vanmiddag. Kijk, dat plein hebben wij gezeten. Geen idee of jullie het herkennen of ik het gefilmd heb eigenlijk. Dat ding in de kerk gezien. Ja, dat ding hebben we in de kerk gezien. Die heb ik aangewezen. Nee, dat was die achterste. Dat was die. In ieder geval, nu lijk ik net een sinaasappel. Maakt niet uit. We gaan nu lekker eten. Ik heb honger. Eerst weer oma afhalen. Ik heb net zitten poepen. Moet je horen. Proeven. Dus eten en drinken tegelijk, Dom. Dode Canarische. Romselaas!
Al een beetje honger? Yes, ik heb honger. Ik heb trek. Trek of wil je gewoon alleen weer je toetje? Dat zou wel lekker zijn. Dat is een goeie. Mevrouw Mona, hierheen. Maar we gaan hier geen Mona toetjes sponsoren hier zo, hè? Dit is de crime scene. Is hier de crime scene? Dit is de sproeier. En mijn moeder liep er zo omheen. Nou. En toen ging ze hier staan, zo om weg te lopen. En toen kwam die vol van boven. Je had wel het effect van die Iceman kunnen hebben, dat hij vol in de aars komt. Nou, dat scheelde weinig. Nou, mijn hele onderbroek was zijn nog niet. Tot op je rug. Dus ja. Ja, ze hebben het eten weer mooi opgemaakt vanavond. Een hele soort gekke taart met allemaal cupcakes. En je kan allemaal chocolade bij nemen. En weet ik veel wat dit zijn, iets met appelflappen of zo. Het is allemaal zoet, zoet, zoet. Daar komt door, mevrouw oma. Ziet het er goed uit? Ja, dat ziet er prima uit. Dus ook je gelijk je toetje gehaald dan. Zo erg is het ook niet. En kijk eens hier voor de krabliefhebbers. Ik snap niet hoe jullie het lekker kunnen vinden, maar het zal wel lekker zijn. En hier heel veel garnalen. En natuurlijk staat de chocolade van duur weer. Zo, oma, is het weer raak met het toetje? Het is weer helemaal raak met het toetje. Ja, allemaal. How are you? Ja. Aan je voet, hoor. Ga maar lekker eten. Aan je voet, oma. Ja. Deze ober. Is goed. Hey. Ja? Ja, is goed. Elke dag alleen maar lol maken met iedereen, ook met ons. Oh, wat een oma, maar in ieder geval. Mijn beste oma altijd een beetje dat ze veel toetjes eet. Oma, wat heb je veel, zeg. Nou. Kijk dan die kwak bij jou. Ja, jullie horen het goed. Vuurwerk. En dat heb ik gefilmd vanaf mijn balkon. Dus dat betekent weer dat ik terug ben in mijn kamer. Dit is het einde van de vlog. Ik heb het gevoel dat dit een ontzettend lange vlog is. Echt van 20 minuten of zo. Ik heb geen idee. Dat zie ik natuurlijk pas als ik edit. Vandaag is echt een avontuur geweest. En om die tijden te zien, die grote rots, eigenlijk vulkaan. Dat was echt gewoon een hele ervaring. Dat was echt een superleuk avontuur. En ik hoop dat jullie natuurlijk weer genoten hebben, zoals altijd. En joh, dat vuurwerk knalt lekker door. Ik hoop ook dat jullie niet alleen deze vlog leuk vinden, maar ook de volgende vlogs. En de vlogs die er nog gaan aankomen. Even een spoiler voor morgen. Morgen ga ik naar het waterpark. Het mooiste waterpark van Europa. Dit gaat ontzettend vet worden. Ik heb heel veel zin om dat te gaan filmen. En ik denk dat dat ook een heel goed filmpje gaat worden voor mijn kanaal. En dan nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. En ja, ik word raar aangekeken op mijn vlog eindelijk. Ja.